Stichtnis biedt liefdevolle en deskundige zorg aan ouderen. Zorg die aansluit bij de persoonlijke behoeften en eigenheid van onze cliënten. Op een van onze locaties of thuis. Wij willen onze cliënten en bewoners behandelen, verzorgen en verplegen en alle kansen geven op een goede kwaliteit van leven en sterven. Dat is onze missie. Klinkt mooi, maar hoe doen we dat? Door belevingsgericht te werken. Dat doen we al jaren. We maken onze zorg persoonlijk, want niemand is hetzelfde. De een wordt rustig van een arm om zich heen. De ander wil juist liever even met rust gelaten worden. Soms is het mevrouw en u en soms jij en je. Hallo, en goedemorgen. De 80-jarigen van nu zijn heel anders dan die van 10 jaar geleden. Die belevingsgerichte persoonlijke benadering hebben we ook naar elkaar door alle lagen van de organisatie. Kortom, Stichtnis zorgt met aandacht. Om onze missie nog meer kracht bij te zetten, kozen we samen 5 belevingsgerichte waarden. Contact. Hey hoi, hoe is het? Nou, met mij hartstikke goed. Je bent jarig vandaag, hè? Gefeliciteerd. Dankjewel. Hoe was je vakantie? We hebben het geweldig gehad. Dankjewel. Vertrouwen. Oeh, ik vang je wel op. Eigenheid. Beleving. Ah, nee. Alsjeblieft. En aandacht. Hey, goed je te zien. Hoe is het? Ja, lekker. Onze medewerkers zijn het hart van onze organisatie. Zonder hen zijn we niets. We geloven in zelforganisatie. We organiseren vanuit vertrouwen en medewerkers krijgen de ruimte om eigen professionele keuzes te maken in de zorg rond de cliënt. Medewerkers geven zelf aan het liefst praktijkgericht te leren. Dat bieden we graag. Medewerkers zorgen er zelf voor dat ze het aanbod ook benutten en hun kennis op peil houden. Zo wordt Stichtnis een zelfstandige organisatie die financieel op eigen benen kan staan. Met tevreden cliënten, naasten, medewerkers en vrijwilligers. Nou, klaar toch? Ja, maar er zijn ook uitdagingen. Oh. Nederland vergrijst en er komen steeds minder jonge mensen. Ouderen leven langer met meer chronische ziekten. Meer mensen wonen thuis met ingewikkelde hulpvragen. Mensen komen later naar het verpleeghuis en hebben dan vaak meer zorg nodig. En dat terwijl medewerkers in de zorg steeds schaarser worden. Technologische ontwikkelingen kunnen de zorg helpen. Juist zodat we meer tijd hebben voor persoonlijk contact. Hoe gaat het met u? We kunnen gezondheid beter monitoren. En ouderen kunnen ook steeds meer zelf. Wat doen we nog meer voor een toekomstbestendig Stichtnis? Tijdens al onze verbouwingen letten we op duurzaamheid. Zonnepanelen op locatie De Enk zorgden bijvoorbeeld al voor een halvering in het energieverbruik. Voor 2030 willen we voldoen aan de CO2-norm. En we werken steeds meer met recyclebare en ecologisch verantwoorde producten. Duurzaamheid betekent ook zuinig zijn op onze vrijwilligers. Die bieden we extra ondersteuning. Ook familie en naasten willen we dichtbij houden. Ze kennen als geen ander de wensen van onze bewoners. We moeten ook buiten onze muren kijken en samenwerken met andere organisaties. En in de regio willen we op meer locaties zorg leveren. In de wijken rond onze locaties willen we zorg bieden aan zeer kwetsbare ouderen die thuis wonen. Om thuis te revalideren voor nachtopvang, dagactiviteiten, 24-uursopvang, logeermogelijkheden en paramedische dienstverlening. Zo ondersteunen we van buiten naar binnen en van binnen naar buiten. Revalidatiezorg voor ouderen gaan we verder uitbouwen. Ook als er meer problemen spelen, bijvoorbeeld op psychiatrisch gebied. Zo wil Stichtnis de eerste keuze zijn van cliënten met een complexe zorgvraag en hun naasten. En expert op het gebied van ernstige gedragsproblemen bij ouderen. Werken in de zorg is niet altijd makkelijk. Dat beseffen we maar al te goed. Maar als we aandacht hebben voor elkaar en elkaar echt zien, maken we de zorg iedere dag een beetje mooier.